AFC is een oude club, 1895. De grootste voetbalclub van Amsterdam. Groter dan Ajax. 2200 leden. 130 teams in competitie. 1300 kinderen. Dat is best veel. En een traditieclub natuurlijk, 1895. Want het bestaan 125 jaar. Of inmiddels 126 jaar. Ja, en in een fantastische omgeving. Een nieuw sportpark, een nieuw clubhuis. Dus ja, voor de komende 125, 126 jaar. Ja, want jullie spelen in de tweede divisie momenteel. Ja, hoe gaat dat? Nou ja, we zijn dus de huidige kampioen van de tweede divisie. Dat wordt niet helemaal begrepen, maar dat is een paar jaar geleden. En daarna zijn er geen andere kampioenen. We staan nog steeds op de tweede plaats op dit moment. Dat is serieus voetbal. Ik noem dat wel eens een keer betaald voetbal voor dorpen. Wij zijn toevallig een stad, maar de anderen zijn vaak dorpen. Leuke competitie met veel succesvolle zaterdagclubs. En wij spelen aanstaande zaterdag tegen Rijnsburgse Boys. Ook weer een echte serieuze de Bollestreek club. Dat is mooi. Nou, vandaag spelen jullie ook weer tegen een dorp, SC Heerenveen. Ja, wat dachten jullie toen SC Heerenveen uit de koker kwam? Toen dacht ik dorp. Nee, dat dacht ik helemaal niet. Mijn ouders komen uit Hinderlopen. Dus ik heb Friese roots. Ik ben daar niet geboren, maar ze hebben er lang gewoond. Ik dacht dat is mooi. Ik had nog liever een ronde verwacht, eerlijk is eerlijk. Dan hadden we een andere club, er waren nog meer keuzes. Maar als je dan het betaald voetbal betreft, dan is het ook fijn om ook een traditieclub, een club waar heel Nederland eigenlijk wel mooi vindt. Het mooie moment was toen Heerenveen Europa in was, dat jullie t-shirts hadden waarop stond waar ligt Heerenveen. Dat vond ik geweldig. Als je dat kan voorzien, dan ben je een leuke club. En ja, je voorzitter Riemen van der Velde, je oud-voorzitter, die ken ik. Dus ik had al meer banden. Er zijn een aantal spelers van ons naar Heerenveen gegaan. Poppe de Haan is hier wel eens geweest op de scouten. Dus we hebben wel jeugd die kant op gaat. Ja, dat is alleen maar leuk. Ja, er is een traditie dan in Amsterdam. Ik zal Heerenveen voorop zetten. Maar kijk, Heerenveen is dan tegen AFC Amsterdam. Ja, kijk, dat zijn wij dan. En dan is de datum en dat is het moment dat wij. Dus alle mensen die in de businessclub zijn, die hebben sociaal. En dat vinden wij dan mooi. Voor de wedstrijd, daar waarschuw ik je nu vast voor. Is er vuurwerk, niet dat een beetje lullig vuurwerk, maar dat je denkt, oh god, wat gaat hier gebeuren? Je bent wel in Amsterdam, dus het is serieus vuurwerk. De wedstrijd staat op het punt van beginnen, wat verwacht je daarvan? Ik verwacht een hele leuke wedstrijd en ik vind niet dat wij kansloos zijn. Als het een beetje mee zit, zou het wel echt wat kunnen worden. Normaal gesproken kunnen we het niet winnen, maar ja, je weet het nooit. We hebben in de voorbereiding ook aardig gespeeld tegen NEC. We hebben een paar jaar geleden tegen Telstra gespeeld. Dus we hebben in de beker best wel leuke dingen gedaan. Jongens willen ook heel graag. Er zijn heel veel ex-profs bij. Die begrijpen het spelletje veel beter dan ik. En ik vind het alleen maar gezellig dat al die mensen er zijn. Dat ze met vlaggen staan, zo direct vuurwerk. En dat het feest is. En dat is wel een beetje waarvoor je het als club doet. Ter inworp richting natuurlijk Veerman, die de bal half verlengt. En daar is Joey Veerman. Aardige sleep, eerste schotje daar van Heerenveen. Ja, best wel stugge ploeg en op zich wel een team met een idee. Ik denk dat ze het voor ons gewoon heel erg lastig hebben gemaakt. Maar ook niet schaamde om gewoon lekker te gaan voetballen. En, ik denk dat het gewoon heel goed van hun is geweest hoe hun vandaag het ons moeilijk hebben gemaakt. Het is ons gewoon duidelijk verteld dat je zulke teams niet moet onderschatten. En ik denk dat wij het wel een beetje vandaag hebben gedaan. Maar ik zelf, ik weet hoe het is, want ik had 2 jaar geleden ook nog tegen PSV gespeeld. Dus weet, als teams zijn heb je niks te verliezen tegen grotere teams. Dus vandaar dat het zo is gelopen vandaag. Eerste helft ben je gewoon veel te traag en duurt alles veel te lang. Van links naar rechts, geen energie voor mijn gevoel. En dan maken we ook nog eens de 1-0. Ja, dan weet je gewoon dat het een hele lastige avond gaat worden. De vrije trap is goed en helemaal vrij staat Maatsen. De kopbal goed, Maus is kansloos. Maar er wordt niet heel best gedekt achterin bij Heerenveen. De jacht op de gelijkmaker natuurlijk geopend. Niet best uitverdedigen van AFC, dan is de voorzet op maat. En verwacht je toch wel dat Veerman deze bal binnenkopt. Van heel dichtbij, helemaal vrij, maar raakt slechts de paal. Wat zeggen jullie dan tegen elkaar in de rust? Want... Nou, gewoon weet je dat er eigenlijk nog niks aan de hand is. We hebben nog 45 minuten of sowieso om te herstellen. Maar dat het gewoon veel beter moet, weet je. We zijn meerdere klassen beter dan AFC. En
ja, weet je, het moet gewoon heel veel beter in de tweede helft. En ik denk dat het gewoon ook niet heel veel beter was gegaan. Met Splinter de Mooi die de lat raakt. Maar we hebben wel meer onze kwaliteit laten zien. En ja, vanuit daar dat we ook de twee doelpunten kunnen maken. Daar is de voorzet, daar is Veerman. En nu zit hij er wel in. Henk Veerman met de 1-1. Geen overdreven vreugde natuurlijk. En oh, dat gaat behoorlijk mis daar. Het reclamebord stort in. Maar het loopt gelukkig allemaal goed af. En dit is dan redelijk snel in ieder geval deels weer gerepareerd. Ja, je mag best weten, dat is wel een opluchting natuurlijk. Maar vooral toen die 2-1 erin ging, was ik helemaal blij. Ja, zeker. Het is een bevrijding. Weet je weet dat je nu gewoon gelijk staat. Dat er nu echt elke kant weer op kan gaan. En ik denk dat het vanuit daar gewoon echt beter is gegaan. En ook hebben geluk dat Filip een goede actie in huis heeft. En die zit er goed binnen. Dus ik ben er blij mee. Stevanovic denkt, nou weet je wat, maken we er ook maar meteen 2-1 van. En zo Heerenveen met heel veel pijn en moeite tegen een prima AFC dan toch op voorsprong. Ja, super dat ze allemaal zo mee hier naartoe zijn gekomen. En dan zie je maar dat hun steun ons er toch doorheen hebben moeten slepen vandaag. Wat eigenlijk heel triest is, maar zo was het wel. Het was al laat in de wedstrijd en ik denk dat wij sowieso conditioneel versterker zijn dan de AFC. En dat hebben we ook kunnen laten zien in de laatste minuten dat we alsnog eroverheen kunnen gaan. En op het laatst hebben we ook nog wel geluk met een goede redding van Xavier. Of komt daar bij Rempel nog een verlenging aan? Want AFC dringt aan en daar is de kans voor Lindhorst. Maar die krijgt hem er niet in. Ongeloof op Sportpark goed genoeg. Het was een heerlijke wedstrijd. Complimenten voor de AFC. Maar Heerenveen, week het door.